In de vorige video heb je kennis gemaakt met de programmeertaal Python. In deze tutorial gaan we de nodige software downloaden zodat je snel aan de slag kunt met het schrijven van code. Het is gebruikelijk om de juiste software te downloaden op python.org, de website van Python. Je kunt daar de idle downloaden. Dit staat voor Integrated Development Environment. Eigenlijk is het gewoon een hele simpele editor waar je je Python programma's in kunt schrijven en uitvoeren. Als je deze wilt downloaden is het natuurlijk prima. Alle code die in deze tutorials wordt geschreven, kun je ook uitvoeren met de IDLE. Maar ik ga de IDLE van Python niet gebruiken. Ik ga gebruik maken van een code editor die wordt gebruikt door heel veel professionals. Namelijk Visual Studio Code. Dit is een code editor die is ontwikkeld door Microsoft, het be bedrijf achter onder andere besturingssysteem Windows. Het wordt gebruikt voor heel veel verschillende doeleinden. Van het schrijven van websites website tot het ontwikkelen van games. Als je comfortabel bent met deze editor, ben je dus comfortabel met de professionele tool. Daarom raad ik je aan ook gebruik te maken van Visual Studio Code. Je kunt de editor downloaden op de webpagina code.visualstudio.com En als het goed is zie je meteen een downloadknop voor het juiste besturingssysteem. Klik hierop. En de editor wordt gedownload. Als de editor klaar is met downloaden, kun je de installatie starten. Als Visual Studio Code is geïnstalleerd kun je het programma openen. Je ziet als eerst een welkomscherm, maar die kun je wegklikken. We hebben nu nog een klein stukje software nodig die we moeten activeren binnen Visual Studio Code. Ik heb het dan over de Python extensie. Dit zorgt er als het ware voor dat je Python code daadwerkelijk kunt uitvoeren binnen Visual Studio Code. Je kunt de extensie toevoegen door te klikken op de extensieknop aan de linkerkant van de editor. Vervolgens typ je Python in, in de searchbar. En je ziet de extensie eigenlijk al gelijk tevoorschijn komen, hier helemaal bovenaan. Je kunt zien dat het de juiste is aan de ontwikkelaar van de extensie. Er staat hier Microsoft, de ontwikkelaar van de editor zelf. En dat is ook de ontwikkelaar van de extensie die ik bedoel. Nou, ik heb hem al geïnstalleerd. Maar als je hem nog niet hebt geïnstalleerd, staat hier een installeerknop. En daar moet je dan op klikken. En dan wordt de extensie toegevoegd aan de editor. Als we nu een Python-bestand maken. En ik voer wat code in. Dan zien we dat we dit Python-bestand kunnen uitvoeren. Je hebt nu de juiste software gedownload. En je hebt nu alle middelen om aan de slag te gaan met Python. En dat is precies wat we in de volgende tutorial zullen doen.